Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom. Vandaag is Eiburg Sport bij de AFC Eiburg. Maar niet alleen voor het sport zijn we hier. Onlangs is het hier gigantisch uit de klauw gelopen. Hey scheids! Had je niet moeten uitslapen voor je middagdukje? 3 wedstrijden hebben ze moeten staken wegens... Dat was toch geen buitenspel? Hey, scheids! Ruzie, ongeregeldheden op het veld, naast het veld. Coaches die het niet eens waren met de beslissing van de scheidsrechter. Ah, nee, verdedigen! Ouders die boos werden en met elkaar op de vuist wilden. Eiburg Sport onderzoekt. Hoe slaat nou steeds de vlam in de pan? Nou ja, ik denk toch dat vaak de oorzaak wel bij de ouders ligt. Die toch te fanatiek zijn voor de kinderen. En commentaar gaan leveren op de begeleiding of op coaches. En zich eigenlijk gewoon niet met het spel moeten bemoeien. En zeker niet met de tactiek of met coaches of met scheidsrechters. De kinderen moet je altijd positief benaderen. Vooral deze leeftijd. Die F'jes, ja, die zijn niet te coachen, moet je gewoon lekker positief aanmoedigen. En als jij ziet dat andere ouders dat niet doen, dat die helemaal over de scheef gaan, grijp jij daarin? Ja, dat is heel gek. Maar ik ben een KNVB gediplomeerde trainer. En coaching moet je laten doen door de coach. En de ouders die moeten zich bezighouden met aanmoedigen, meer niet. En als ze over de scheef gaan, dan spreek ik ze daarop aan, ja. Ik zie hier op je tuin een velddienst. Wat houdt het in? Moeten jullie de gemoederen een beetje rustig houden hier? Meestal zijn er geen gemoederen, hoog opgespelende gemoederen. Maar iedereen die moet netjes of aan de zijkant van de lijn staan, ja, of aan de buitenkant van het hek. Het gaat om de kinderen gewoon en je moet niet als ouder jezelf mee laten slepen en daar je woede uiten. Op de zaterdagochtend gewoon, dat is niet leuk. Maar je wordt soms ook boos, heb ik gezien. Nou, boos niet. Licht. Een beetje geïrriteerd af en toe. We willen gewoon dat ze winnen natuurlijk. Af en toe geef je ook een beetje instructies langs de zijlijn. Maar en dan moet er een beetje worden geschreeuwd. Ja, dat hoort erbij eenmaal. Ja. Dat is voetbal, hè. Wat is de grens? De grens is gewoon, je weet dat het kinderen zijn. Ja. En je weet dat ze kunnen verliezen en winnen. Dus de grens moet je gewoon zelf bepalen dat je dus niet te ver gaat. De scheidsrechter heeft altijd gelijk. Oké, goed, ja. Ja. Ja, maar ik ben het ook niet altijd mee eens, hoor. Maar, het is maar goed, dan denk moeilijk, je van shit en dan... Ja. Ja. Dan baal je in stilte. Dan baal je in stilte. Word je ook wel eens boos? Want jij lijkt me echt wel een fanatieke toeschouwer. Ja, dat ben ik ook wel, dat klopt. Ja. Nee, je wordt natuurlijk wel eens boos, maar ja, dan moet je een beetje inhouden voor die jongens. Ja. Als je dat je laat gaan, dan demotiveer je ze alleen maar. Hè. Soms als ik bijvoorbeeld wil schieten, want ik sta voorin, dan soms moet ik ook lachen. Want al die ouders dan ook heel hard staan te schreeuwen. Ja, want soms lijkt het bijna alsof die ouders aan het voetballen zijn. Ja. Ik wil dat een soort FIFA aan het spelen zijn, dat ze ons besturen. Dat je op een gegeven moment een keer moet accepteren dat iedereen kan fouten maken, ook een scheidsrechter. En dan moet je er gewoon over kunnen praten en niet meteen als een idioot het veld inrennen en lopen te schelden tegen die scheidsrechter, want dat pikken wij niet. Juist. Dat wordt bij AFC Eiburg niet meer gepikt. En wat zeg je dan tegen die ouders als ze schreeuwen? Mondje dicht houden jullie! Juist. Voetbal is een spelletje en het moet ook een spelletje blijven. Maar voor sommige ouders is dat nog heel ver te zoeken. Ik hoop dat het zero tolerance beleid ook ergens toe leidt. Dit was Eiburg Sport.